Er zijn verschillende niveaus van lesgeven en trainen. Elke beginnende leraar die houdt zich eerst bezig met de inhoud van zijn vak. En dat geeft hem zelfvertrouwen. Dat duurt een paar jaar. En hopelijk uh, heb je dan als leraar wat overcapaciteit. Dat betekent dat je meer weet en kunt dan dat je brengt in je programma. En dat stelt je dan in staat om te inspireren vragen te beantwoorden of associaties te vertellen en uit te wijden. Dat is een eerste niveau, een vakinhoudelijke kennis hebben die je kunt aanbrengen. Een tweede niveau is dat je dan je aandacht begint te richten naar het leerproces van de leerling of student. Dat gaat vanzelf, als je je vakinhoud kent, kijk je hoe dat die leerling leert. En dan kom je in het domein van de didactiek en de pedagogiek. Je gaat je aanpassen aan de leerling. En je gaat misschien een stukje gaan coachen. Het leerproces coachen. Dat is een tweede niveau. Een derde niveau is dat je vervolgens doorgroeit om je manier van lesgeven te verrijken en te verfijnen. We noemen dat vaak accelerated learning gevorderde leerprocessen begeleiden ook gevorderd lesgeven. Wat hij dan doet, is uh, meer doen dan het rationele. Je gaat kijken hoe dat een mens leert vanuit zijn lichamelijkheid, vanuit zijn systeem 1, zoals Kahneman dat noemt. Een mens heeft een groot stuk onbewuste processen, emotionele processen. En die spelen allemaal mee in het leren. Je gaat je dan bezighouden met uh, metaforen, je zult inspireren met uh, bijkomende verhalen. Je gebruikt suggestieve taalpatronen, de Milton-taalpatronen. Je gaat je podiumankers gebruiken, je lichaamstaal. Je gaat van alles inzetten en het leren wordt daardoor een flow, wordt boeiend, wordt geanimeerd. Alle betrokkenen zijn er graag bij en uh, het is een bewust en een onbewust gebeuren. Daar ben je dan op getraind. Dat is een derde niveau. Gevorderde manier van lesgeven op systeem 1, op het onbewuste niveau. En er is nog een niveau hoger, of in ieder geval iets anders. En dat noem ik deep evolvement opleiden. En dan ga je gelaagdheid en ontwikkelingsgerichtheid inbrengen. Ontwikkeling doe je als je het leren van de deelnemer of student. Kadert in zijn persoonsvorming. Alles wat hij dan vertelt van kennis en alles wat de student leert, is voeding voor zijn ontwikkeling als mens. Je gaat zijn uh, biografie voeden en je gaat hem helpen om zich te verhouden met de kennis. Dat is een eerste aspect van ontwikkeling. Je gaat de ontwikkeling van de leerling belangrijker vinden dan het leerproces. En niet omgekeerd. Leren voedt ontwikkeling. Maar je gaat ook nog uh, jezelf inbrengen. Je speelt mee. Je gaat je eigen ontwikkeling inbrengen. En dan vraag je af wat je eigen ontwikkelingsthema's zijn in verband met die inhoud. Wat is je ontwikkeling van je vakgebied? Welke onderzoeksvragen heb je? Waar ben je ook bezig met kennisontwikkeling? Dat ga je ook inbrengen. En nog een ander aspect van ontwikkeling is dat je de groep ontwikkelt. De groep van deelnemers en studenten. En dat je gezamenlijk een stuk de school ontwikkelt, want je doet samen aan onderwijs. En samen doe je op die manier aan maatschappelijke ontwikkeling, want je klas, het gebeuren, de ontmoeting met die leerlingen, zijn een deel van de samenleving. Samen doe je de samenleving en je kunt daarover nadenken en keuzes maken. Dat zijn dus allemaal facetten van ontwikkeling en die zijn gelaagd. De ontwikkeling van de leerling, ontwikkeling van jezelf, van de groep, van het vakgebied, de ontwikkeling van de school waarin je opereert, de ontwikkeling van het onderwijs, onderwijsontwikkeling en de samenleving. Al die lagen spelen dan mee in je werk, in die klas. En dat noem ik dus deep evolvement. En je zou denken dat is toch allemaal niet zo moeilijk, maar wat ik merk dat erg uitdagend is voor vele leraren, is dat zij dan wel moeten leren om te switchen van rollen. Ze zijn dan niet alleen degene die het uitlegt, maar ook degene die coacht, ook diegene die inspireert, ook diegene die op die onbewuste processen werkt. En die kan awakening doen, die kan mensen wakker schudden. Je wordt dan een veelzijdigheid van rollen als leraar en daar kun je tussen switchen. Je wordt misschien een stuk filosoof zelfs. Deep evolvement is dus nog een stapje verder dan gewoon goed lesgeven. Je voegt echt iets toe. Gelaagde ontwikkeling. Deep evolvement. Leren wordt een onderdeel van verschillende lagen van ontwikkeling. Daar ga ik voor. En zo kun jij jezelf ook verder ontwikkelen als leraar of trainer.